absurd om te doen. Ik heb een tering grote zak met muesli. En het is echt mooi. Dat is Foxy. Dat is de hond. Het gaat er een beetje regenen. Ik ga denk ik even pitten ofzo. Want het is, ik weet niet hoe laat het nu is, maar het blijft hier gewoon echt ziek lang licht. Gewoon echt tering lang. Wel tering ziek hoor. Echt van die fjorden. Mooi. Mooi. Het is weer een nieuwe dag. Vandaag ga ik erop uit. Eerst even douchen. Gedoucht en wel. Nu mag ik op zoek naar een fiets. Ik ben gewoon even een stukje aan het fietsen. Ik kijk waar de fuck ik terecht ben gekomen. En dan een heel klein, pittoresk huisje. 10 grote bergen, en dan hier ook. Mokerhoog is dit. Ziek man. Jongens, ik kan niet meer verder. Het is bezet. Ik wil er wel omheen, jongens. Ik ga echt tering erg schrikken als er zometeen gewoon zo'n ding allemaal afgerend komt. Dan laat ik gewoon die fiets liggen en ga ik naar huis. Ja, wat nu? What the fuck? Oh, er wordt daar achter gedronken. Ik ga heel zachtjes. Heel zachtjes. Kom op. Ga nou gewoon het gras in, dat zal je maten. Ik ben ook te poes om er gewoon langs te gaan. Omdat ik gewoon bang ben dat ze me gewoon opzij rennen. Oh. Zo bewegen nou, jongens. Ze rennen allemaal keihard vandoor. Wat de fuck is schade? Die gaan allemaal de auto achteraan. Dit ziet er zo absurd uit. Ik ben in een teringziek gebied, maar schade. What the fuck, jongen. We gaan op avontuur. We gaan de stoet, jongens. Ze gaan moken hard. What the fuck, een van de conjo ziet meer. De rest van de omgeving. Extreem ziek. Even een boterhambreek. Ik kwam net achter dat die schapen. Die rennen zo achter de auto aan, omdat die auto die had gewoon voeding of zo, een emmer. Die geiten. Het waren geiten. Ik zeg niet dat schapen, maar het waren geiten. En die waren volgens mij van de persoon met die auto of zo. Die moest ergens langs de kant gejaagd worden. Maar het was fucking awkward. Want dat was een of andere oude man met een klein jongetje. En toen zei die man allemaal dingen tegen me in het Noors. Volgens mij dat ik moest helpen om ze weg te sturen. Omdat hij ze nodig had of zo. Maar ik stond er gewoon een beetje van. Oké, dus ja, what the fuck. Dus eigenlijk dacht ik van, oké, weet je wat, ik ga hem helpen. Dus ik liep echt naar die geiten toe en opeens sprint er een paar vandoor. Nou, super kut. Al die geiten weer weg, weet je wel. Dus hij pakt die emmer met voedsel om die schapen komen echt geiten. Die geiten komen echt teruggerend. Wat een avontuur, jongens. Wat een avontuur. Oh, en dan begint morgen echt de werkdag. Ik kan nu nog een lied van het vrije leven. Daar ga ik koeien melken, jongens. En hout zagen in planken en zo. Ik krijg in ieder geval genoeg te eten. Gang gang. Wow. Je hoort ook echt, ik hoor gewoon echt een waterval. Gewoon verderop ergens gewoon razen, maar... Ja, ik moet er wel heen, maar ergens zit ik ook van, weet je wat, dan doe ik het liever de volgende keer, want het is al laat. Het regent heel lichtjes. Ik heb dan ook even mijn jack aan. En het is zo leeg hier, dat verbaast me echt nog het meest. Hoe ongelooflijk leeg het is. Ik ben door een paar dorpjes gekomen. En weet je, het is gewoon echt een gehucht van ongeveer 5 huizen of zo, als het niet minder is. Maar ik vraag me echt af, als kind of zo, verveel je dan niet? Dan moet je het echt hebben van je broers of zussen of zo. Ze hebben hier wel veel kinderen. Ze gaan op los hier in Noorwegen. En dan woon je zo ziek ver van al je vrienden en vriendinnen af. Je moet sowieso gewoon echt een half uur in de auto voordat je eigenlijk een school hebt gevonden of zo. En dat is dan voor mij alleen nog maar basisschool. Weet je, een middelbare, waar is dat? Dan moet je echt naar een grote stad of zo. Dan ben je echt lang bezig. Op zich is het wel, de tering zie ik hier wel. Ik bedoel van, als je dan met je maat iets gaat doen, dan ga je er ook wel vol voor, want je moet er ook wel wat voor doen. Dan ga je niet gewoon een beetje te shit van, oh fuck man, ja, wat gaan we doen? Ja, weet ik veel. Dan weet je al wat je gaat doen. Want je hebt maar een uur.
Ik moet op tijd thuis zijn voor het avondeten. Ik weet niet meer hoe laat het was. Ik had 3 uur de tijd om te fietsen. Wow, de zon breekt door. Zie je dat? Wat? Kapot gek. Ik ga maar eens terug naar huis. Ik denk dat dat een slim plan is. Jongens, er is een regenboog, zien hem. Hij zit best laag boven de grond. Best wel laag. Gewoon, hij hangt hier gewoon maar een beetje. Ik was helemaal vergeten dat ongeveer 80% van mijn weg net naar beneden ging. Dus ik moet nu omhoog en ik heb echt struggles. Want de zon is doorgebroken, het is opeens warm. En ik heb echt al 2 uur gefietst of zo aan 1 stuk. Ja, ik ben nog wel even bezig, denk ik. En mijn zadel van mijn mountainbike gaat ook steeds meer naar beneden, want het is allemaal een beetje verroest. Dan moet ik ook wel kijken of hij omhoog kan krijgen, want anders zit ik echt de hele tijd zo te fietsen, weet je wel. Dat is ook een beetje kut. Maar ja, het gaat allemaal lukken. Het is op het moment 2 uur 's ochtends. Ik heb net een heel ding opgenomen, ongeveer 5 minuten. En toen bleek het dat ik de camera verkeerd kwam staan, dus ik heb de hele tijd de muur aan die kant gefilmd. Morgen, ja, super kut dus, want het is nu 2 uur en ik ben al hartstikke wakker. Ik kan gewoon echt de slaap niet vatten, want ik heb afgelopen nacht veel te lang geslapen eigenlijk. En ik moet morgen weer vroeg op, want we gaan naar een dorpje in de buurt. Alles hier is echt ver weg, dus we zijn gewoon 3 uur aan het rijden bij dat dorpje te komen. Misschien heb ik dus ook helemaal geen tijd om te werken morgen. We hoeven nog helemaal geen koeien te melken ofzo, wie weet. Maar ja, dit was hem voor deze vlog. En ik zie jullie in de volgende. Ik ben helemaal tering ziek meer.